Is midlife een term van dat wordt volgens mij vaak gebruikt in negatieve zin, dat mensen een midlife crisis hebben. Hebben deze mannen daar ook last van, midlife crisis? Nou, deze mannen die komen veranderingen tegen. En we hebben dus 11 mannen en het zijn 11 heel verschillende verhalen hoe zij omgaan met deze fase van het leven. En daar komen ze natuurlijk wel veranderingen tegen die af en toe wel lastig zijn. Maar om even van een crisis te spreken, dat viel mij wel mee. Ja. Mensen hadden bijzondere verhalen. Dus ik moet je voorstellen, als je zo'n interview doet, iemand zit als het ware in een glazen vitrine. En hij wordt dan gefilmd en spreekt over zijn leven, over heel persoonlijke dingen. We vragen heel persoonlijke dingen, over seksualiteit bijvoorbeeld. Ja. Dus, en daar waren mensen heel open in. En daar waren we echt heel verbaasd over, dat mensen daar zo open over durven te praten voor de camera. En als je zegt type man, hè, als we het over de gay scene hebben, hebben we het over verschillende type mannen vaak, ja. De bears of de... Nee, daarop heb ik niet zozeer. Nee, we doen meer carrière. We hebben een rechter, we hebben ook iemand die een handyman is. Dus wat dat betreft diverse mannen. En ook mannen die, hoe we daar niet op geselecteerd hebben, maar die op een andere manier hun leven invullen. Er kwamen uit die verhalen kwamen eigenlijk dingen naar voren, ook van mensen die bijvoorbeeld die kenden, dat die we helemaal niet wisten. Nee, dat vult hij zo in. Of zo staat hij bijvoorbeeld in zijn relatie. Echt een openbaring ook voor mij. Wat die mensen wel zijn en kenden. Hoe kijken mannen, het zijn natuurlijk mannen tussen 40 en 60 allemaal, ja. Hoe blikken zij terug op het leven of kijken ze naar voren? Want... Nee, het gaat meer over hoe zij deze fase ervaren. Dus er komt af en toe wel een terugblik, dan wordt vergeleken van vroeger was het zo en nu is het zo. Maar het gaat meer om, ja, ik word ouder en hoe ga ik daarmee om? Hoe ga ik ermee om met het feit dat ik bijvoorbeeld mijn jeugd verlies? Dat ik minder aantrekkelijk ben? Wat natuurlijk in onze homo-scene een thema is. Goed uitzien. Maar hoe ga je ermee om? Is dood ook een thema wat terugkomt? Nou, op zich niet dood, maar wel eenzaamheid. Eenzaamheid wordt wel besproken in de documentaire. Ja. Dat ik toch van, ja, ik stel voor dat ik later ouder ben en ik heb geen relatie. En dan? Hoe ziet mijn leven er dan uit? Zijn het dan nog mijn sociale contacten? Is de film ook gemaakt voor de doelgroep? Ja, maar ik heb hem ook een stukje previews heb ik laten zien aan hetero vrienden van mij. En die zijn ook heel erg geïnteresseerd. Want op het onderwerp op zich, ja, raak je altijd. Het gaat eigenlijk over iets heel menselijks. Dingen veranderen in je leven, je wordt ouder, je behoeftes veranderen. En hoe geef je daar invulling aan? Nou, je hebt een 11-tal mannen geïnterviewd. Dus ik kan me voorstellen dat je enorm veel materiaal hebt. Hoe kom je tot een eindproduct of hoe gaat het in de montage? Het was inderdaad moeilijk om een keuze te maken van wat neem je wel en wat je neem je niet. En wat we eigenlijk gedaan hebben is kijken van, hey, we hebben de stukken gegroepeerd. En gekeken van wat zijn nou eigenlijk de dominante onderwerpen die naar voren komen. En we hebben een 6-tal onderwerpen die ter sprake komen. En dat gaat over het algemeen de verandering van nu ten opzichte van toen mensen 20, 30 jaar waren. Het fysieke ouder worden, hoe ga je daarmee om? De homoseksualiteit, in de zin van, ja, hoe manifesteer je je als homo, waar heb je contacten op deze leeftijd, hoe ervaar je nog je zichtbaarheid en je strijdbaarheid. Een ander onderwerp is de seksualiteitsbeleving, omdat dat verandert natuurlijk als je ouder wordt, je fysiek verandert, maar ook je behoefte aan seksualiteit verandert. En hoe is dat voor die mensen? Philip, mijn film heet I'm Gay Muslim en gaat over moslims en homo's. Ik ben wel benieuwd of de mannen die worden geportretteerd in jouw film wel eens last hebben gehad van agressie op straat, bijvoorbeeld van Marokkanen, want dat hoor je toch vaak, dat niet goed samengaat. Dat is wel bijzonder dat je dat vraagt, want we zijn inderdaad een aantal mannen, we hadden een x-aantal vragen, en we hadden geen vraag over veiligheid, van hoe mensen veiligheid ervaren rond hun homoseksualiteit. Maar spontaan begonnen 4 mannen daarover te praten. Dat ze negatieve ervaringen hebben gehad rond hun homo zijn. En we dachten op een gegeven moment, ja, moeten we hier naar mee? Want eigenlijk is het geen vraag die we wilden behandelen. Maar ik denk, ja, we kunnen daar niet omheen. Want het is echt iets wat mensen expliciet aangeven. Dus we hebben dat wel in de film opgenomen. Hoe verwachten jullie dat jonge kijkers er tegenaan gaan kijken? Want ik voel me totaal niet aangesproken nog door midlife. Ik zit ook nog niet in die leeftijdsklasse. Ja, dat is interessant natuurlijk. Dat, ik heb geen idee. Ik hoop dat er veel 40'ers komen. Dat zijn de jongste kijkers, denk ik. We hebben wel een beetje een pre dat natuurlijk de geïnterviewden over moderne media beschikken en twitteren zich en Facebooken zich als een gek in de rondte van
ik kom in de film niet weten nog straks hoe ze eruit komen, maar dat is wel verantwoord gedaan. We hebben ze iedereen waarde gelaten natuurlijk, maar dat zo krijg je ook de jonge mensen ook. Maar het is ook zo dat Menne heeft al een documentaire gemaakt over oud en oud. Het ging over mensen van 60 plus. En we hebben samen, onze eerste productie was Roze Grijs worden. Dat ging over roze senioren, zowel man en vrouw als de transgender. En ik moet je eerlijk zeggen, dat is een groep waar ik nog zelf niet bij hoor. Maar waarom toch ontzettend boeiende. Omdat ondanks het feit dat ik nog niet in die leeftijdscategorie zit, ik wel toch dingen herkende.